Deze meneer zegt dat hij van de politie is en daar wil de echte politie hem graag over spreken. Hij heeft kort voor hij staat te pinnen bij een oudere vrouw in Zutphen haar bankpas opgehaald. De vrouw werd opgebeld door iemand van de recherche met een verhaal over aangehouden criminelen die een briefje bij zich hadden met daarop haar adres. De bellende rechercheur wist veel van de vrouw en hij speelde zijn rol goed. Hij stelde het slachtoffer zelfs gerust tijdens het telefoontje. Maar het blijkt een ordinaire oplichter en dit is zijn hulpje, een nepagent die niet alleen haar bankpassen, maar ook haar sieraden en mobiele telefoon ophaalde. Zogenaamd voor de veiligheid. Het lukt de nepagent niet meteen om geld op te nemen van de rekening van het slachtoffer. Hij gaat weg, maar komt na een paar minuten toch weer terug. En helaas, dan krijgt hij het toch voor elkaar. De man neemt met meerdere transacties honderden euro's op van de rekening van de vrouw. Weet jij waar deze man nu verblijft? Bel dan even met de echte politie via het gratis nummer of tip desnoods anoniem over hem.